Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag gingen staf en personeel van de club op pad om ruim 30 supporters te bezoeken die in deze tijd wel een hart onder de riem kunnen gebruiken. Oftewel, hart voor Heerenveen. We gaan vandaag langs onze supporters die een speciale wens hebben voor een vriend of familielid. En die komen wij daardoor mee verrassen. Jullie hebben Team en Orlando verrast. En Team en Orlando die wonen hier allebei. En elke avond zijn ze gezellig samen voetbal aan het kijken. Dus Gea vooral, die vond dat ze wel verrast mogen worden. Er zijn natuurlijk meerdere bewoners hier en niet iedereen is van het voetbal. Maar zij kijken vaak samen. Als er een wedstrijd is, dan weet de een het of de ander het. En dan zitten ze samen voetballen te kijken en maken ze het gezellig met een kopje koffie of het weekend een biertje. Ben je er klaar voor? Ja. Ja, dan wel even. Nou, hier wonen allemaal bewoners met een niet aangeboren hersenletsel. Dus het is heel divers natuurlijk. En zo Team en Orlando ook. Wij hebben een filmpje bij ons die is ingesproken door, wat ik al zei, door een vriend of een collega. En die laten we aan de desbetreffende mensen zien. En vanuit daar... Dan hebben we een gesprek, maar je ziet eigenlijk al dat mensen zelf al beginnen te praten of heel veel enthousiasme hebben. Of dat ze hun verhaal wel kwijt willen. Ja, dat is wel heel bijzonder. Hier zitten de toppers waar het om gaat. Echte voetbal. Fanaten, maar ze zijn wel een beetje fan van de verkeerde club. Orlando heeft een echt een mooie Feyenoordkamer en Timmer is echt voor Ajax, maar ze kijken alle wedstrijden, ze vinden alle wedstrijden leuk, dus . Wij spelen aankomende woensdag tegen Feyenoord en Orlando is voor Feyenoord, dan hopen we kunnen we daar wat aan doen, dat Orlando overstapt naar Heerenveen. En Timmer is voor Ajax, nou ja, ik hoop dat Timmer ook nu overstag is en dat hij fan wordt van Heerenveen. Nee, maar dat is een geweldig mooie... Maar in hart en nieren ben ik voor VVD. Ja? Ja, Klaas Bosma. Oké. Okay. Nou ja, je hoort het alweer. Echte voetbalfans en meerdere clubs, supporter van meerdere clubs dus. Maar het is echt een geweldige actie van de dames. En supermooi om dit te doen. We gaan nog naar, even goed naar Bornenberg, dan gaan we naar Altskerk. Altskerk? Altskerk. En we zijn al in Oosterwolde geweest. We gaan op bezoek bij een jongen die zijn vader heeft verloren. Nou, en zo hebben we verschillende redenen waarom we langs mensen gaan. Dus, maar het is wel heel prima en een mooie actie van de club.